De dieven zijn professioneel te werk gegaan. Bijna alle afgesloten kasten zijn leeggeplunderd. Volgens de politie is het een georganiseerde bende geweest. Die weten waarmee ze bezig zijn, want wij zijn niet het enige wat gebeurd is. En de werkwijze is overal hetzelfde geweest. Gewoon knippen, inladen, wegwezen. En de paardentrailer is ook gestolen. Waarschijnlijk om de buit te kunnen vervoeren. Het kenteken was WNRN51. Dus als je hem ziet staan of rijden, bel gelijk de politie. Want we missen hem heel erg. De trailer wordt namelijk bijna dagelijks gebruikt. Als er een paard met spoed naar het ziekenhuis moet of wat dan ook, hebben we een probleem. Nou ja, de wedstrijden kunnen niet doorgaan, de lessen kunnen niet doorgaan. Maar voornamelijk de spoedgevallen. De trailer werd 3-4 keer in de week gebruikt. De schade bedraagt in totaal zo'n 50.000 euro. Tot woede van de stalhouder. We hebben hier echt met z'n allen een potje zitten janken. En toen hebben we de schouders eronder gezet en geprobeerd alles te inventariseren wat de weg is. Maar de lijst werd alleen maar groter en groter en groter en groter.